Er worden snelheden van 120 km per uur gehaald op een weg waar je maar 60 mag rijden. En het wegdek ligt er niet al te best bij. Levensgevaarlijk vinden ze in Kerkenveld. Vooral dat er de mensen te hard rijden en dat er dus fietsers en vooral kinderen die naar school gaan op dezelfde rijbaan fietsen. En dat is natuurlijk met vrachtverkeer vooral. En hier komt veel vrachtverkeer van de DOC, de Hogeveen, die melktankauto's. Nou ja, dan blijft er helemaal geen ruimte over voor fietsers of wandelaars. Angela van Duivenbode woont pal naast de weg en ervaart al jaren overlast. De maat is voor haar vol. Mensen rijden hier te snel. Het heeft mij als buurtbewoner heeft het mij getriggerd om een brief te schrijven naar de gemeente. Ik heb daarbij gepeild of ik daarin de enige was die dat op deze manier zag. Uiteindelijk heeft de hele straat ook daadwerkelijk de brief ondertekend omdat iedereen erachter stond. Niet alleen de snelheid is een probleem, maar de weg is ook erg smal en van slechte kwaliteit. Toch denkt Van Duivenbode dat het grootste probleem bij de automobilisten zelf ligt. Om een heel klein voorbeeldje te geven. We hadden hier een omgewaaide boom. Die waren wij aan het opruimen. En dan verwacht je dat men afremt. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus je staat op de weg, je bent er aan het werk. En ze komen je gewoon als een soort van racewagen komen ze voorbij. De oplossing hebben ze in Kerkenveld al wel bedacht. Nou ja, in ieder geval flitspalen. Dat is het. Dan wordt er gefrist en dan doen de mensen misschien een keer rustig aan. Nou, en die matrix worden dan. Hè, dat er dus aangeduid wordt van u rijdt te snel of u rijdt te hard. Hè, en vooral met de oog op kinderen die hier langs fietsen naar school toe. De gemeente laat in een reactie weten dat er meetapparatuur geplaatst wordt en er aan de politie gevraagd wordt te gaan handhaven.